Ik ben op de Lokeren Passage op de Maaspoort in Den Bosch. Of Zertogenbosch. En het trekt er helemaal aan. Het is zo leuk om te zien. Kruidvat is er gekomen. En de verschillende zaken, de verszaken waar je je dagelijks lekkere spulletjes kunt halen. En een van die zaken is Dirk van Oerle, de keurslager. Ik heb met hem afgesproken. We gaan eens even kijken wat hij hier en hoe lang hij dat al doet op de Lokeren Passage op de Maaspoort. In gesprek met onze eigen Dirk. We gaan even naar hem toe. Keurslager Dirk van Oerle op de Lokeren Passage Maaspoort Den Bosch. Waar moet een goede keurslager aan voldoen? Een goede keurslager die moet echt kwaliteit verkopen. En de kwaliteit in varkens, in rundvlees, maar ook het kip, de vleeswaren. Hij moet een uitgebreid assortiment hebben. Dat klanten ook echt kunnen kiezen. Met een boerenmetworstje en een salami, daar red je het niet mee. We moeten echt uitpakken, buitenlandse vleeswaren. Ja, gewoon een heel totaal plaatje. En dan van hoge kwaliteit. Ja, en ik heb ook het idee, hè, als ik naar jouw winkel kijk, hoe je dat op die manier, hoe jij het, zou maar zeggen, eten leert, neerlegt. Ik zie hier een beleving. Ja, dat is ook. Ik hou zelf heel erg van lekker eten, maar ik hou ook van echt goede producten. Is dat waarom ja, ik zal geen klanten noemen, maar waarom jouw gasten ook steeds terugkomen? Ja, tuurlijk. We proberen de klanten elke week weer te triggeren. Ze moeten toch elke week weer terugkomen. En dat doe je door ze te prikkelen. En elke week weer een nieuw product in de toonbank. Specials die wij maken, moeten altijd goed zijn. Ja, en dat verwacht een klant van ons en dat voldoen wij aan. En speciale tijden, hè? Dichtstbijzijnde bij deze opname is Pasen. Komen de mensen dan om schotels te bestellen? Ja, natuurlijk. De gourmet, fondue, steengril. Dat staat nog steeds bovenaan een lijstje bij de consumenten. En wij doen ook ons best om daar ook weer zo hoog mogelijk kwaliteit te leveren. En dan niet alleen met het hamlapje of het hamburgertje. Nee, we hebben vlees van Black Angus, het Amerikaanse rund, Noord-Amerikaans rund. Maar ook van het Spaanse varkensvlees, dat wij zo vers in de toonbank hebben liggen. Van het zwarte pootvarken. En daar blijven de klanten toch op terugkomen. Hoe lang zit je nu hier in de Lokeren Passage? Hoe lang ben je eigenaar van deze zaak? Ik werk hier al ongeveer 17 of 18 jaar. Maar 13 jaar ben ik nu eigenaar, samen met mijn vrouw. Die werkt ook heel hard mee. Misschien nog wel harder? Ja, misschien nog wel harder. Ja. Die heeft twee baantjes, hè? Thuis en hier. Dat bedoel ik. En dan moeten ze allebei voor 100% staan. Dus een familiebedrijf samen met je vrouw. Leuke werknemers. Ik neem aan dat de mensen hier graag terugkomen. Heel graag. We hebben een hele vaste klantenkring. En we zien ook onze klanten elke week weer terug. En daar zijn we heel blij om. Hè? En dan kom ik weer terug op het prikkelen van de klanten. Ja. Nou ja, jij noemt het prikkelen. Ik noem het verwennen. Ja, verwennen. Dat is de goede benaming ervoor. Ja. Tot slot, Dirk, adviseer jij je gasten ook? Jazeker. Wij staan hier met drie slagers. En goede slagers, die over al het vlees kunnen ze een advies geven. Maar ook een degelijk advies. En daar komen de klanten ook voor terug. Ben je ook dagen gesloten? Op zondag kan ik me dat voorstellen, maar maandag bijvoorbeeld? Nee, alleen op zondag zijn wij gesloten. En dat proberen we ook zo te houden. Als mensen hier komen en denken voor komende Pasen wil ik een leuk schoteltje bestellen, moeten ze dat even snel van tevoren doen? Ja, dan zeker een dag van tevoren. Dan kunnen we het met een grote zorgen klaarmaken. Nou, dan hebben ze morgen nog een dag de tijd. Dan is het zaterdag, als ze op vrijdag kijken. Dus met z'n allen naar Dirk van Oerle op de Lokeren Passage. Ja, ik hoop ze te zien.